Goedenavond allemaal. Nog een keer welkom bij de tweede editie van Digital Wednesday. We gaan het vanavond hebben over digital in retail. En we weten allemaal dat retail het best lastig heeft op dit moment. Nou, is het dit moment of is dat altijd al een beetje geweest? Toen ik vroeger met mijn moeder wel eens door de winkelstraat liep, gingen we shoppen. Domineerde de winkelstraat echt wel met bekende merken. V&D, de Hema, de Blokker, H&M. Sommige zijn wijlen, sommige staan op het randje om te vallen. Dus best een interessante tijd voor retail. En ik vind het ook wel interessant wat digital daarin kan betekenen. Wat digital van kansen biedt voor de nieuwe winkelstraat. Dus waarom gaat het goed met de ene en waarom gaat het niet goed met de ander? Dat is best een interessante vraag. Vanavond praten we daarover. We hebben drie sprekers. We hebben Milan Verstegen. En Milan werkt bij Valtech. En Milan praat over hoe succesvolle retailers inspelen op de customer experience. En hij gaat zowel iets vertellen over online en hij gaat iets vertellen over offline, over in-store. Als tweede hebben we André Sommer Catano. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. He is doing his presentation in English. He is here live from Düsseldorf tonight. So that's going to be awesome. And the third speaker is Hans Filippini, and he is the marketing manager from Leolux. And he's going to show us a very practical implementation of a 3D tool, a 3D configurator that they used on their website on Leolux. So, may I introduce you? Dames en heren, Milan Verstegen. Mijn ogen worden steeds beter. Dat is wat mijn opticien zegt. Kan je ook weer een paar brillen verkopen, dat is altijd lekker. Dus ik sta bij die opticien in Alkmaar, waar ik woon. Het is echt een opticien waarvan je echt denkt, ja, dat is een opticien. He, dus de etalage, tweede bril gratis. He, dat is altijd tweede bril gratis bij een opticien. Je komt binnen, brilletjes aan de zijkant, smalle spiegels. Een beetje een vies tapijtje, tenminste bij mijn opticien. Een tafeltje en een computer en dan kan je dan met iemand praten over lastige vragen die je hebt over je verzekering of het wel goed is. Fijn. Dus ik sta bij mijn opticien en ik zeg, ik heb gewoon een wat simpele glazen nodig. En deze bril is prima. Dat is €200. €200? Ja, heb je ook een nieuwe montuur nodig. €70. €270 voor een bril. En toen was een manager daar in die opticien en zei, hij krijgt €100 korting. Hoe kan hij zo snel €100 korting geven? Dus die ervaring voelde een beetje oncomfortabel, eerlijk gezegd. Dus ik dacht, nee, ik laat het hier niet bij zitten. Dus ik ga naar een aantal andere opticiens bij mij in de winkelstraat. Drie opticiens. En ja hoor, tweede bril gratis, tapijtje, spiegeltjes, mannetje. €150, €200, €250. Ik neem hier niet genoegen mee, dacht ik. Dus ik ging online. Vaak heb je nog van die start-ups. En ik kwam eruit bij een start-up, Charlie Temple. Wie kent hier Charlie Temple? Die moeten nog iets aan marketing doen. En Charlie Temple, een bril vanaf €25. €25. Denk je, dat kan niet waar zijn. Nou, ik heb één gekocht. Duitse onderdelen, dus dat is altijd heel degelijk. En die prijs was één ding, maar die ervaring was fantastisch die ik er had. Ik kon reviews lezen. Ik zag bij de producten een soort van catwalk. Dat iemand daar liep met die bril op, om die bril te showen. Fantastische content. Een verhaal erachter, het wordt gemaakt in Delft. Nou, dat is altijd heel goed, technisch. Lokaal, daar hou ik van. En ik kon hem zelfs uitproberen. Ik denk, ik laat het toch even zien in jullie. Ja, vond ik ook mooi, maar ik heb uiteindelijk deze gekocht. Ik liep een week later door diezelfde winkelstraat in Alkmaar. En twee dingen die me echt bijbleven. Twee dingen. De eerste is, volgens mij is die opticien van nu helemaal niet zo anders als de opticien van vroeger. Dit is een opticien uit 1989. We hebben nu wat plattere tv's en iets meer fashion, zeg maar. Maar daar kan ik niet bij. Ik denk, hoe kan dat nou? We zien e-commerce stijgt. We zien virtuality. De Chinezen komen eraan met Alibaba. En we hebben opticiën die nog de ervaring bijna nog gelijk is als 20 jaar terug. Nou, hoe gek. Vind ik nog steeds gek.
Het tweede is, als je kijkt naar die opticiens, maar dat geldt ook voor andere winkels in de winkelstraat, is, ze lijken zoveel op elkaar. Het is, ja, weet je, en als je kijkt naar de ander en je doet hetzelfde, dan ga je ook niet innoveren. Dus dat zijn wel twee dingen die opvielen. En het is niet alleen dat in de winkelstraat we allemaal op elkaar lijken, het is ook online. Kijk maar eens naar een paar websites, de e-commerce. Een bannertje, voor je campagne natuurlijk, voor je campagnebeeld. Navigatie, productinformatie met allemaal specificaties. Dan heb je natuurlijk een checkout, et cetera. Het voelt voor mij een beetje dat we ook online dingen aan het afvinken zijn. Het is een beetje een spel van conventies geworden. Het is een spel van conventies geworden. En als je je niet meer onderscheidt, dan ga je op in de massa. Nou, je slaat nog maar de krant open en ja hoor, weer vallen er klappen in de winkelstraat. Dit is een winkel bij mij in de buurt. Er is wat nodig. Er is wat nodig. En wat is er dan nodig? Wat is dan het onderscheid? Want je moet je onderscheiden, anders overleef je niet. Vroeger was het natuurlijk prima om je te onderscheiden op een A-locatie. Of je te onderscheiden op een lage prijs. Of je te onderscheiden op het ene merk wat je verkocht. Maar tegenwoordig heb ik een app. AliExpress. Ik heb toegang tot miljoenen producten. Ik heb toegang tot duizenden merken. Dus wat is dan het nieuwe onderscheidend vermogen? Nou, dat is experience. Lekker vage term, ik zie dat denken, experience, weet ik. Het is heel persoonlijk. Wat jij een goede ervaring vindt, vind ik misschien geen goede ervaring. Daarom gaan we even een quiz spelen, jawel. Dit is mijn voorbeeld. Ik ga wel even hier staan trouwens. We gaan even een quiz spelen. En we gaan het als volgt doen. Ik heb twee voorbeelden meegenomen. Ik laat hem zo zien. En dan ga ik aan jullie vragen of je dat echt onderscheidend vindt. Of je dat een onderscheidende ervaring vindt. Ja? Doen jullie mee? Ja. Want het geluid is heel harder. Is het mogelijk geluid iets harder te doen? Ja, hij moet even flink vlammen. Kom op. Ja, ik doe hem vaststaan. Oké. Okay. Ja. If you're looking for some goodies, there's no turning back. So get up on your phone and do the Mic-Mac. If you're looking for a necklace or a sweet thought mat, then get up on your phone and do the Mic-Mac. Mic-Mac, Mic-Mac. Do the Mic-Mac. Oké. Wie vindt dit een onderscheidende ervaring? Met name voor in de zaal, oké. Okay. Okay, nou, best wel wat. Tweede is, daarvoor moet ik even toelichten. Dit is een merk North Face. En die doen in Zuid-Korea een campagne. Het zijn mensen die gaan een winterjas kopen. En die, moet je even weten, die hebben al een virtual reality ervaring gehad. Dus die zijn al in een soort van slee geweest met honden over de sneeuw. En ze zetten net de bril af. En er komt er nog eentje aan. Ik wil even anders in. Wie vindt dit een onderscheidende ervaring? Nou, dat hebben ze goed gedaan. Goed, er zijn drie belangrijke aspecten van die onderscheidende ervaring. Drie. Dus één is ease of use. Hoe gebruiksvriendelijk is het? Dat is ook kan ook onderscheidend zijn. De tweede is het human-centered. Sta ik
centraal als mens en mijn behoefte als mens in plaats van vanuit een product gedacht. En het derde is engaging. Dus hoe kan ik het product ervaren met al mijn zintuigen, in ieder geval zoveel mogelijk zintuigen, waar ik ook ben. En er is een bedrijf die daar best wel wat aan doet. En met name online hebben ze het heel veel gedaan. Amazon. En die zijn ook bezig nu met de supermarkt. Nou, hebben jullie vast wel gelezen en gehoord. Ik laat het toch nog even zien. Amazon Go. 4 years ago, we started to wonder. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon. Hey, dus je kan, het wordt steeds gemakkelijker gemaakt om te winkelen. Nou, dat is een ander klein bedrijfje, Walmart in Amerika, toch een concurrent van Amazon. En die denken, ja, wij willen het ook wel gemakkelijk maken. En die hebben dus een winkelwagentje. En die stuurt dan vanzelf, zeg maar. Die hoef je niet te duwen. En die pakt ze, ja, de route die jij normaal ook loopt. En daar hebben ze een patent op aangevraagd. Ja, ik snap het niet helemaal. Ik ben niet zo heel, heel technisch. Ik moet het niet hier zeggen in Eindhoven. Maar, hier zit ergens een motortje. En die hebben dat aangevraagd. En die werken samen met een robotica bedrijf. En die hebben ook wat gemaakt. Enough to just make something to carry your stuff around. He had to be reliable, convenient and smart. Budgie can be used inside and outside. On carpeting, hardwood floors, sidewalks and pavement. Ja, ik snap, hè, mensen die minder valide zijn of wat ouder zijn, is het handig. Maar dit wordt echt gepromoot alsof dit voor jou en voor mij is. Ja, dus je ziet je al lopen met zo'n ding. Ja, ik niet in ieder geval. Er is één iemand, helaas is hij niet meer onder ons, die echt, ja, echt heel gemakkelijk kon shoppen. En dat was Michael Jackson. Is uit een film, Living with Michael heet hij volgens mij. En die gaat dan winkelen. Oh, it's so beautiful, I want that. And I want that. I want that, I want that. Het wordt allemaal automatisch afgerekend. Wel door zijn PA's natuurlijk en zijn managers. Maar die kon echt gemakkelijk winkelen. En er is een start-up in Japan. En die zegt, ja, ik wil ook zo gemakkelijke winkelervaring aanbieden als Michael Jackson had. Primo, uit Japan. En die werkt met QR-codes. Dat gaat het helemaal worden. In Japan dan, hier niet. Maar in Japan is dat een big deal. Dus de oprichter van WeChat, die gaat helemaal op QR aan. En die QR-dingetjes kan je overal plakken, hier en in de winkel en op een magazine. Die kan je scannen en wordt automatisch afgerekend. Dat zal hier niet een heel groot succes worden, denk ik. Eén dingetje, inleiding. Ik koop veel kleding online. Ik ga ook nog wel eens naar de winkel. Vaak neem ik mijn vrouw mee, dat is altijd wat makkelijker. Maar soms ben ik er alleen. En dan ga ik een winkel in en dan weet ik niet waar mannenkleding is, waar vrouwenkleding is. Het overvalt me een beetje. Dus, en dan zit ik in een pashokje en dan past iets niet. Dan moet ik half mijn broek, half op mijn knieën. Moet ik dan weer iets hebben wat de juiste mate heeft. Nou, niemand herkent zich erin. Nee. Er wordt heel veel mee geëxperimenteerd. En dit is een Peek en Kloppenburg met Hybris. Come on. Damn it. Okay, let's see how this works. Trousers. Change size. Order. Huh. Maybe a shirt. Nou, lijkt mij toch gemakkelijk. Weet je, we zijn ook gewoon lui. We zijn gewoon, als mens zijn we gewoon lui. He? En voor producten laten thuis bezorgen. Maar we laten ook diensten thuis bezorgen. He? Want ook wat voor de dames. Make-up en dergelijke. Nou, als je het goed wilt doen, dan ga je dan nog de winkelstraat weer in. Een start-up in Amerika, Glam Squad. En daar kies je gewoon de beste van make-up, van hair. En die komen naar jou toe. He? Dus dat is thuis is dan het grote feest. Suit Supply, die heeft de Garmenter. Als je dan iets op maat gemaakt wil hebben, pak je app.
En dan druk je op een Uber-achtige manier zo'n knopje in. En dan komt er iemand naar je toe. En die kan ook track and tracen, weet je wel. Net als je pakketje. Gaan we ook mensen track and tracen. Heel gebruiksvriendelijk. En wij zijn lui. Wij zijn heel lui. Het is zelfs zo dat er is een start-up. Dan koop je wijn en dan wordt door de brievenbus gedaan. Door de brievenbus wijn. Dus dan heb je 's ochtends, zeg maar, ik heb mijn NRC Next, ik heb mijn Merlootje, pak je allemaal beet. Het is, ja, we zijn luie mensen. En wie er heel goed op inspreekt is Amazon. Hè? De Amazon Dash Replenishment. Dit is, zit een beetje niet, maar dit is een wasmachine van GE. En die herkent als mijn waspoeder op is. En dan krijg ik automatisch die thuis verzorgd. Hè? Dus gemak kan onderscheidend zijn. Het tweede is human-centered, dus ik als mens. Ik wilde een nieuw scheerapparaat kopen voor onder de douche, zo'n elektrische. En ging ik naar een webshop toe, van een heel bekend merk. En ik zag 15 van die apparaten voor me. Met allerlei specs van deze moet je niet gebruiken onder het douchen, weet je wel, of gevaarlijk. Deze heeft zoveel watt of pk. Ik snapte echt helemaal niks van. En ik kreeg een beetje het gevoel dat ik een soort gabbelton heb. Van, ik gabbel en ik hoop dat ik het juiste product heb. Nou, ik wil ook wel eens geholpen worden. En er is een partij, Asentate, ik weet niet of ik het goed uitspreek, ook van de brillen. En daar geef je aan, oké, ik vind dat jasje leuk, ik vind die bril mooi, waarvoor gebruik je het? En die geeft gewoon 3 producten weer. En daar kan je er nog uit kiezen, maar je wordt geholpen. Ik ben een mens, ik weet ook niet alles. Waar denk je dat het om gaat hier in dit plaatje? Papegaai? Ja, misschien durf je niet naar te kijken, maar het gaat zeg maar hierom, om de onderbroek. Dit is een bedrijf, Adams Underwear, die verkoopt onderbroeken. En die onderscheiden zich door grappig te zijn. Ik vind, retail wordt ook een beetje saai af en toe. De winkelstraat wordt een beetje saai, af en toe is online ook een beetje saai. En we houden ook een beetje fun. En ze hebben hele leuke content, leuke video's, leuke plaatjes, goede teksten. Het is echt onderscheidend. Het is een slogan, if you cut balls. Nou, vind ik ook wel gedurfd. Het is een leuk voorbeeld van onderscheidend zijn. Een ander dingetje, hè, de Finovie error is niet echt human-centered. Nou, HEMA maakt er leuk gebruik van door dit soort dingetjes. Wat ook human-centered is, ik wil een product ervaren in de context waar ik in leef. Ik wil niet alleen maar een productje van de plank pakken, bij Sonos bijvoorbeeld. Die hebben een concept store waarbij je in je eigen setting een woonkamertje hebt. En dan kan je luisteren. In mijn setting, ik ben een mens. En dit is mijn woonkamer. Dat zou wel mijn woonkamer kunnen zijn, maar dit is een clubhouse. Dit is geen winkel, dit is een clubhouse. Met gratis drank, free booze. Dit is van Trunk Club. Is ook een start-up, wordt ook een heel groot. Dan geef je aan wat je favoriete kleding is. Krijg je een personal stylist. En dan kan je thuis laten bezorgen. Of je kan naar hun clubhouse gaan. Nou, het is toch heel anders als je nu de Wii inloopt. Of de H&M of whatever. Ja, we zijn ook wel een generatie die het leuk vinden om elkaar, om jezelf te laten zien. Hè, dus de selfies en dergelijke. Millennials, ook veel social. En vinden we leuk. Sommigen gaan te ver. Ik vind dit niet kunnen. Ik vind die gewoon niet kunnen. En er zijn merken die heel erg goed gebruik van maken. Een voorbeeld is Mud Cloth. En dan zoek je een badpak. Tenminste, ik niet, maar je zoekt een badpak. En dan zie je dus iemand die dat echt gekocht heeft. Heeft een fotootje gemaakt. En je ziet ook wat voor vergelijkbare producten hebben ook. En ik geloof dat als mens meer dan als een merk dat zegt. Nou, Echo is natuurlijk het voorbeeld van human-centered. Ik zeg wat tegen dat ding en ik krijg het gewoon thuis bezorgd. Hij luistert altijd, dus als je ruzie hebt met je partner, dan hoort hij alles. Dus daar moet je wel een beetje mee uitkijken. Kijk even naar... Zit ik goed qua... Ja, 10 minuten. 10 minuten, perfect. Het derde punt is engaging. Zo'n onderscheidende ervaring. Ik wil het product zo goed mogelijk kunnen ervaren. Via al mijn zintuigen. En een mooi voorbeeld is Intertoys. Er gebeurt veel bij de Blokken Holding. Achter de schermen. Die hebben een pilotwinkel geopend. Volgens mij hebben ze er 3. En die kinderen kunnen dan speelgoed eerst proberen. Voordat je dat als ouder gaat kopen. Nou wil ik Intertoys even wat meegeven bij deze. Als ik met mijn kinderen naar de Intertoys ga. En ze kunnen daar ook nog spelen.
dan krijg ik ze niet meer mee naar huis, zeg maar. Dus, en dat is een heel goed voorbeeld dat er wel meer beleving nodig is. En interieurs maakt daar in ieder geval de eerste stappen om zich te onderscheiden. Een ander voorbeeld is L'Oréal. Die heeft een make-up genius app. Die bekend is bij jullie. Of bij de dames. Nou, ik ga het wel even laten zien. Ik weet dat er ook veel mannen in de zaal zitten. Dus ik heb een man gevonden die het uitlegt. This looks like it's got some color. Wow, that's way more than purple. Oh my god, this is freaking me out. But I look so good at the same time. Put some blush on myself. Oh, rosy those cheeks up a bit. Bijvoorbeeld van augmented reality, face recognition. En ze doen het supergoed, L'Oréal. Het is echt miljoenen keer gedownload, dat ding. Dus technologie maakt het ook makkelijk om te engagen. Augmented reality en virtual reality. Een ander merk die er ook goed mee bezig is, IKEA. Ik ben zelf niet zo handig met dingen in elkaar zetten. Dus het is best wel irritant als je iets gekocht hebt. Je hebt 1000 onderdelen. Je zet het in elkaar in de hoek van de kamer en het past niet. Dat is niet leuk. IKEA heeft er wat op bedacht. Augmented reality. Oh, take me out to the coldest sea. Leave me there until I'm free. I belong somewhere, somewhere. But I don't know what I'd be. If you were to go. Dus dat is een voorbeeld dat het ook toegevoegde waarde heeft. Er wordt er heel veel gesproken over augmented reality en virtual reality. Maar ik vind het een mooi voorbeeld dat het ook echt toegevoegde waarde heeft en je daarmee echt kan onderscheiden. Een laatste voorbeeld is Alibaba. Echt mega investeringen doen op virtual reality gebied. Virtual reality is volgens hun echt een nieuwe manier van shoppen. Er wordt heel veel geëxperimenteerd, zit wat verder op de roadmap. Maar ze zijn er al flink mee bezig. Ze hebben ook een lab geopend en een startup Magic Leap hebben ze flink geld geïnvesteerd. En dit is shoppen volgens Alibaba. Virtual reality, het nieuwe shoppen. Ease of use, gebruiksgemak, human-centered en engaging. Daarmee kan je onderscheiden. Dat is het nieuwe onderscheidend vermogen binnen retail, denk ik. En ja, gaat het allemaal gebeuren? Gaat dit echt worden? Ik weet het niet. En als je het vraagt aan mensen, weten het zelf ook niet. En deze quote hou ik altijd... vind ik echt een hele goede quote van Henry Ford. Als je mensen vraagt... Of ze een auto wilden, hadden ze ook wat. Of je sneller kan, hadden ze gezegd fast horses en niet een auto. Dus wij weten het niet. Er is één filmpje, hebben jullie misschien al gezien, maar ik laat hem toch zien wat het kan. Een mobiele telefoon, hebben we dat nodig? Filmpje 1998. Dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er nu niet van in. Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben? Ben je op aan het fietsen, dan word je gebeld. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. Tja. Dit is de homepage van Amazon uit 1995. Toen ze gewoon nog boekjes verkochten op internet. Wie had kunnen denken dat zij anno 2017 een fysieke boekwinkel gaan openen? En dan vraag ik me ook af, waar gaat het dan heen met retail? We weten niet waar het heen gaat. Wat ik wel weet en wat ik in ieder geval overtuigd ben, is dat er een nieuw onderscheidend vermogen nodig is. En dat dat kan door ultiem gebruiksvriendelijk te zijn. Te denken vanuit, hé, er is een mens aan de andere kant. En te zorgen dat je overal het product kan ervaren.
En tenslotte wat ik jullie zou willen meegeven, als je vanavond een fantastische avond achter de rug, morgen weer allemaal achter de computer, om jezelf dan de vraag te stellen van wat kan ik doen vandaag net even wat anders te doen dan de ander. Om net even iets meer onderscheidend te zijn. Dames en heren, Milan Verstegen. Geef hem een enorm applaus. Dankjewel, Milan.